als het gaat over maakbaarheid en je hebt een kinderwens, dat het best wel een goede oefening is om na te denken over hoe zou ik mijn leven willen leven als het niet lukt. Welkom, ontzettend fijn dat u hier allemaal bent. Mijn naam is Iante Mosselman, ik ben programmamaker hier in de Bali. En dit programma heet Soms wil ik een kind, naar aanleiding van het gelijknamige boek van Jantine Jongebloed. Welkom. Jantine Jongebloed werkt als freelance journalist voor onder meer de Volkskrant. En haar onderzoek en essay Wie zette mijn naaktfoto's online in Volkskrant magazine deed veel stof opwaaien en werd genomineerd voor de Loop. En in november 2021 debuteerde ze met het gelijknamige boek, waarna ze werd bekroond met de Beb Slechteprijs en de Seks en Mediaprijs en de Gouden Freelancer Award. En Soms wil ik een kind is jouw literaire debuut. En je gaat er nu iets uit voorlezen. Ja, natuurlijk ben ik opgegroeid met het idee dat het ervan zou komen. Al mijn hele leven is het in mijn beleving normaal om nageslacht te willen en nageslacht te maken. In de zomervakantie tussen groep 8 en de middelbare, vlak voor er zo'n 375 ijsprongen begonnen, heb ik met mijn buurmeisje op de kinderboerderij meermaals vlijtig twee onwillige konijnen op elkaar geduwd in de hoop op kleine konijnenbaby's. Na 6 zinderende weken noeste arbeid kwamen we erachter dat het om 2 mannetjes ging. Zolang ik me kan herinneren is nageslacht het hoogste goed. Om mij heen werden continu broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes geboren. Het was een van de eerste elementaire ideeën die ik over het leven had. En het stond nog los van de vraag of ik nageslacht zou produceren. Dat de wereld om mij heen nakomelingen zou verzorgen was een aangename zekerheid. Ik ben niet al twijfelend begonnen. Ooit wilde ik een kind. Ooit was ik zwanger. Dat ging mis. En ergens daarna verloor ik mijn standvastigheid. Omdat ik niet al twijfelend wil eindigen, kan ik niet anders dan de twijfel bestuderen en begrijpen. Soms wil ik een kind, maar is soms genoeg. Dank je wel. Het boek is nu een paar weken uit. En ik was allereerst benieuwd, heb je veel reacties gehad? En wat voor reacties? Ja. Best wel veel reacties. En de reactie waar ik het meest op hoopte is de reactie dat mensen het herkenbaar vinden. Dat is natuurlijk in eerste plaats waarom ik dit boek ging schrijven. Omdat ik doorhad dat ik niet de enige was die met deze vraag worstelde. Mm-hmm. En we hadden het er net al even over. Grappig genoeg komen er ook wel reacties van mensen die een conclusie voor zichzelf hebben verbonden aan het boek. Terwijl ik zelf er nog helemaal niet over uit ben. Mm-hmm. Ik heb er 320 pagina's over geschreven. Maar ik heb zelf nog geen knoop doorgehakt. Maar er zijn mensen die me laten weten dat ze ofwel hebben besloten om geen kind te willen. En ook mensen die al hard bezig zijn om proberen zwanger te worden. Dus het is bijzonder dat, ja, volgens mij hoe dat werkt. Ik heb over heel veel, niet alleen over mijn eigen verhaal geschreven, maar over heel veel verhalen van allemaal andere mensen ook. Mm-hmm. En volgens mij werkt dat dan zo dat je op een gegeven moment, als je iets leest, dan voel je wel wat resoneert en wat bij jou aankomt. Mm-hmm. Ja, het is fantastisch dat mensen dan weten wat ze willen. Ja. En je loers op. Maar je zegt, ik weet het zelf nog niet. Maar ik vroeg me af, heeft het schrijven je wel iets anders gebracht of antwoord gegeven op bepaalde vragen? En op welke vragen dan? Ja, zeker. Ik denk, mijn belangrijkste inzicht, toen ik begon met het boek, begon ik denk ik vanuit een startpunt waarin ik heel erg bang was om een verkeerde keuze te maken. Mm-hmm. Dat ik ofwel moeder zou worden en spijt zou hebben van dat ik een kind zou hebben gekregen. Of dat ik bewust kinderloos zou blijven en op mijn 50ste zou denken, shit, ik heb hier toch niet goed genoeg over nagedacht. En eigenlijk ben ik er al schrijvende en al onderzoekende achter gekomen dat er voor mij geen ultieme keuze is. En dat is een fijn inzicht, omdat het de keuze maken daardoor iets lichter maakt. Op welke manier? Nou, omdat het voor mij betekent dat ik dus mag kiezen uit 2 gelijkwaardige opties. Mm-hmm. Ik denk dat ik zowel als ik kinderloos blijf als moeder word, op heel verschillende manieren een rijk en gevuld leven kan hebben. En dat vooruitzicht maakt dat ik hoe dan ook alleen maar een goede keuze kan maken. Ja. In plaats van dat er ook nog een foute keuze voor mij bestaat. En dat is eigenlijk wel een troostrijke gedachte. Ja. En daar hoort ook bij dat ik
heb leren of moet leren, heb leren omarmen, dat er ook momenten zullen zijn van spijt en verdriet. Of niet spijt, sorry, van verdriet. En van dat je denkt, oh, ik had ook een ander leven kunnen hebben en dat heb ik niet. En dat je daar misschien soms rouwig over bent. Maar dat het ook oké is. Dat het oké is, ja. En dat maakt het allemaal veel minder ingewikkeld. Ja. Wat ik heel mooi vind, is een van de dingen die jij doet in het boek, is dat je ook allebei die paden helemaal en in heel veel details verkent, ja, en beschrijft. Ja. Hoe was dat om dat te doen, om dat dus te beschrijven? Ja, nou, dat was een hele helpende oefening voor mij, omdat het heel duidelijk maakte hoe die twee mogelijke scenario's eruit zouden kunnen zien. Dus het werd veel tastbaarder, mm-hmm, waar ik uit mocht kiezen. Dus het bracht me dichter bij zowel het verlangen naar een kind, als dat het ook me dichter naar een leven zonder kind bracht en hoe dat eruit zou kunnen zien. Dus het bracht me niet dichter bij een keuze, maar het bracht me dichter bij, nou, waar ik het net over had, dat het voor mij gaat om twee gelijkwaardige opties, ja, die allebei zo zijn voor- en nadelen hebben. Dankjewel. We gaan Lisbeth Smit vragen om hier bij ons aan te schuiven. Ik ga haar kort introduceren en dan ga jij nog iets lezen. En dan gaan we echt naar het eerste onderwerp van de avond. Lisbeth Smit, kom alvast dit hoor, graag, dat is fijn. Is schrijver, journalist en trainer. En in 2019 verscheen haar tweede boek, Echte vrouwen krijgen een kind. De stille revolutie van de niet-moeder. En daarin beschrijft ze hoe het is om geen kinderen te hebben in een wereld waarin de maatschappij, waarin dat de maatschappelijke norm lijkt te zijn. Fijn, dank je er bent. Ja. Wanneer kreeg ik het idee dat moeder zijn ook voor mij in de lijn der verwachting lag? Wat was mijn eigen grondhouding ten aanzien van het moederschap? Er zijn vrouwen die al een hele leven weten dat ze niemands moeder willen zijn, of al zolang ze zich kunnen herinneren twijfelen aan het ouderschap. Ik denk dat ik een leven zonder kind, tot een paar jaar geleden, gewoonweg nooit als optie heb gezien. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit eerder dan de laatste jaren een diepe wens koesterde om ongebonden, vrij en kinderloos te zijn of te blijven. Ik ben opgegroeid met één niet-moeder in mijn buurt. Dat was een tante die in mijn kinder- en puberteit wisselende en nooit heel lange liefdesrelaties had. Ze had de meeste vrienden van alle ooms en tantes samen. En mijn zusjes en ik logeerden om en om bij haar in Haarlem. En mij nam ze eens mee uit dansen in de Melkweg in Amsterdam. En zij toen dat ze zag dat alle mannen naar me keken. Ik was 13. Volgens haar flirtte ze met mij, maar achteraf denk ik dat ze zich afvroegen wat die baby daar op de dansvloer deed. Ze stond misschien wel omdat ze net als de kinderen zelf geen kinderen had, het dichtst bij ons. En daardoor hadden wij van alle vijf de tantes met haar de leukste band. Ik ben er als kind vanuit gegaan dat het ontbreken van een lange relatie met haar kinderloosheid samenhing. Dat het een gemis was en geen bewust gekozen weg. Later bleek dat helemaal niet zo zwart-wit. Ikzelf streefde het moederschap niet per se heel jong al na, voor zover ik weet. Maar het niet-moederschap kwam gewoonweg niet in me op. Moederschap was een wetmatigheid en met de afwijking van de norm was ik niet bekend. In 1967 schreef Joke Smit in haar artikel Het onbehagen bij de vrouw in het literaire tijdschrift De Gids dat vrouwen eindelijk werden losgekoppeld van de konijnen. Dankzij de uitvinding van de anticonceptiepil en de abortus hoefden we ons biologisch lot niet per se meer te aanvaarden. De keuze om wel of geen kind te krijgen werd daarmee geboren en verdringt sindsdien langzaam die dwingende oude waarde. Wie hetero penetratieseks omarmt, omarmt het bijbehorend nageslacht. Maar hebben we de vrijheid in de subtekst ook verworven? Het krijgen van een kind is nog steeds de norm, nog steeds de feestelijke keuze. Kun je de beslissing voor geen kind ook publiekelijk vieren? Met een niet-zwanger vlog, een non-gender reveal party, een roadtrip langs familie en vrienden om de niet-reproductie groots aan te kondigen. Of, zoals mijn man suggereerde toen ik de vraag opwierp, beschuit zonder muisjes eten. Ik hoorde laatst dat een pasgeboren baby op een groots geboortefeest zou worden verwelkomd. Een programma van 4:00 middags tot vlak voor middernacht. Met 100 gasten in een sportkantine in een buitenwijk van een grote stad. Er zou ook een DJ komen. Ik begreep niet goed of de baby er zelf bij zou zijn. Ik probeerde mijn hypocriete oordeel over het fenomeen de kop in te drukken. Want het programma leek verdacht veel op mijn eigen bruiloft. Natuurlijk mag je de liefde voor een kind net zo wild en uitbundig vieren als voor een partner. En ik fantaseerde over een feest dat niet in het teken stond van dat wat komt,
maar in dat wat voor eeuwig zal ontbreken. Nee, ik zeg het verkeerd, dat in het teken stond van waar ruimte voor ontstaat. Ja, dankjewel. Eigenlijk misschien beginnen met moederschap als norm in onze samenleving. Want Lisbeth, daar gaat jouw boek ook heel erg over. Ja. Misschien een stomme vraag, maar waaraan merk je dat? Of waaraan, nou ja, beter gezegd, waaraan merk je het niet? Nou, ik zou je meteen even zeggen dat ik me nog nooit zo kinderloos heb gevoeld als op dit moment. Weet je, zo van, hier ben ik dan en zo ziet het eruit. Mm-hmm. En geen kinderen en dat is een ding. Mm-hmm. Anders zat ik hier niet. Dus dat voelde ik. Terwijl je trouwens je hele mooie woorden voorlas. We leven tot mijn grote verrassing trouwens. Want daar ben ik dus gaandeweg achtergekomen toen mijn weg zo bleek te zijn dat er geen kind kwam. Dat was niet per se een bewuste keuze. Het was ook geen iets wat me is overkomen. Het zat heel erg in een grijs gebied. Mm-hmm. Waardoor het ook heel moeilijk was om me te relateren aan wat ik er in de representatie over zag. Ja. Dat is dan toch vaak de vrije, kinderloze, lekker vrije vrouw. Mm-hmm. Die ervoor kiest, die gaat ook vaak reizen. Die gaat een half jaar naar Bali. Dat soort dingen worden er ook beloofd, hè? Ja. Als je bewust kindvrij bent, zeg maar, dan hoort daar een feestelijk leven bij in die zin. En aan de andere kant staat dan de verdrietige vrouw. Die had graag gewild, het is niet gelukt en daar hoort heel veel rouw bij. Dat daar nog een enorm gebied tussen zit, eigenlijk dus het grootste gebied, dat was mij nooit verteld. En daar hoorde dus ook meteen bij dat ik dus hele, tot mijn grote verrassing, ik dacht dat ik toch best wel een beetje belezen en onderlegd was en zo. En kennelijk had ik dat dus ook gemist. Dat er dus een heel groot gebied is van de omstandigheden, van het leven zelf. Van fluïde twijfelen, niet twijfelen. Wel partner, geen partner, met die, nee niet met die, dat allemaal. Dat zo groot is dat ik daar dus in zat. En dat heel bepalend was voor de uitkomst. Nou, dat vond ik dus vrij stressvol. Want ik wist niet waar ik naar moest kijken. Ik had geen rolmodellen. Er was mij niemand voorgegaan, leek het. In dat verhaal. Juist dat zwart-witte beeld van ik wil mijn hele leven al moeder worden. Of nee, ik wil ze niet. Ja. Nou, en ik dacht, maar ik heb met allebei. Het bestaat absoluut, maar het was niet mijn verhaal in ieder geval. En dat vond ik erg eenzaam. En nu je eenmaal die kinderloze vrouw bent, natuurlijk helemaal niet zoals nu deze avond elke dag zo uitgelicht. Nee. Wat voor idee heb je dat mensen nu voor beeld van jou of de kinderloze vrouw in het algemeen hebben? Kleven daar bepaalde ideeën aan? Nou, het gaat me steeds beter af. Ik begin het langzaam leuk te vinden. Ik ben bijna 50. Dus dat is ook wel mooi bij kunstscheid. Dat kan. Het is niet in beton gegoten, hè? Dat ook iets wat uit verdriet begint, kan echt heel mooi worden. Dat bestaat, kan ook trouwens andersom. Het beeld is, het beeld begint nu wel te kantelen. Enerzijds omdat er meer boeken overkomen en omdat er dus meer van dit soort dingen, dat begint nu echt wel. Het heeft ook een maatschappelijke kant in deze wereld en met dit klimaat. En merk je toch ook wel dat het steeds bespreekbaarder op tafel komt. Mm-hmm. Wat als ik het niet doe. Mm-hmm. Maar waar ik toch wel heel erg voor wil pleiten, zeg maar, dat is dat bewust kiezen voor geen kinderen, dat kan. Dat is alleen relatief kleine groep. En die ruis, die niet definieerbare twijfel, emoties, dat gevoel van ik mis de boot, welke boot precies eigenlijk? Mm-hmm. Kan iemand het me uitleggen? Wat, hoezo is het egoïstisch? Hoezo moet ik me schamen? Die hele sterke, diepe emoties die eraan worden gekoppeld. Een vrolijke, gelukkige, kinderloze vrouw is dus. Ik vond jouw beschrijving zo mooi, want ik dacht, er zit ook iets onveiligs in. Want het gaat over, oh jeetje, ze is gelukkig, ze is aan het feesten. Dat horen vrouwen misschien ergens in een hele diepe traditie van christelijke traditie die we hebben in Nederland, hoort dat ook niet helemaal. Mm-hmm. Dus dat beeld van als moeder, dan ben je niet alleen gelukkig, maar je bent ook veiliggesteld. Ja. Dat. Ja. Dat hoor ik allemaal. En ik weet het inmiddels. En daar was ik niet op voorbereid. Dus het gaat beter met ons. Mm-hmm. En er staan gelukkig steeds meer vrouwen op waarvan je denkt, nou, jij bent best leuk. En dat wil ik ook best wel zijn of vertel eens, weet je wel. Maar ja, het is toch wel, zelfs in deze tijd vind ik het nog langzaam gaan eigenlijk. Ja. En waarom denk je dat grijze gebied dus zo afwezig is? Of dat toch zo weinig besproken wordt? Nou, het is heel lang gewoon niet zo op de radar geweest. En ik moet zeggen, het is ook nogal wat hoor. Om te zeggen, ik heb geen kinderen door omstandigheden. Want daar hangt ook weer heel veel aan vast. Mm-hmm. Want dan is het, ja, hoe kan dat nou?
Heb je niet opgelet? Als je tegen een vrouw van 38 zegt, nou meid, tik-tak, heb je er wel een beetje over nagedacht? Dan denk je, ja, wat denk je zelf? Die vrouw is 38, die weet dat, die is daar elke dag mee bezig waarschijnlijk. Maar er is een soort maakbaarheid rondom het krijgen van een kind. En dat als het er niet komt, omdat geen geld, geen partner, ziek geworden. Partner heeft je in de steek gelaten in je vruchtbare jaren. Je wilde niet alleenstaand moeder zijn. Je kon adoptie niet betalen. Nou, ik zit zo'n riedel in mijn boek. Mm-hmm. Van alles wat ervoor kan zorgen zijn hele legitieme redenen waarom mensen geen kinderen krijgen. En we reduceren het in het gesprek tot, nou, doe het maar, anders krijg je spijt. Ja. Of, wil je het niet? Oh, egoïstisch. En daar moeten we het gewoon mee doen. Ik heb mezelf redelijk vaak betrapt op de gedachte, oh, maar uiteindelijk wil ze heus wel. Het ging over andere vrouwen, hè? Mm-hmm. Terwijl ik dus zelf ook twijfel, kon ik zelfs over andere vrouwen denken, oh, maar zij, uiteindelijk gaat zij ook ervoor kiezen. Ja, vreselijk. Ja. Dat zit zo erin gestampt. Ja, of dat je een vriendin hebt en dan heb je allebei geen kinderen. Dan heb je een soort van kongsie-achtig, een beetje een bondje, en dan wordt ze zwanger. Ja. En dan is ze van, ik ben er kwijt. Ja. Dat soort, dat heel is, dat beschrijf jij ook heel mooi, vind ik. Als je zelfs een beetje boos bent. Omdat je denkt, jij zat toch in mijn in kamp. Mijn club. Ja. Ja. Ik dacht, oh, wij waren samen aan het twijfelen. En nu ben jij toch zwanger. Domme. Ja. En waar zit die dat verraad of die woede dan in? Nou, je wil natuurlijk gewoon een club vormen altijd als mens. Je wil je omgeven met gelijkgestemden. Dat is waar, denk ik, je vrienden überhaupt op uitzoekt. Mm-hmm. Behalve dat je natuurlijk ook vriendschappen hebt waarin mensen juist anders denken en je verrijken. Het is ook fijn om gewoon soortgenoten om je heen te verzamelen. En ik heb toch het idee, ik weet niet of dat waar is hoor, maar het idee bestaat wel dat mensen met en zonder kinderen een beetje aan het clusteren slaan en twee aparte groepen worden. Yeah. En ik hang daar dan in mijn twijfelkamp zo tussenin. Ja, dan is het wel, kan het als verraad voelen als iemand overstapt naar het andere kamp. Ja. Ja, mag ik daar iets aan toevoegen? Want dat met die kampen en zo, hè, dat is wat daar ook een beetje uit kan volgen, is dat als jij zegt dat je geen kinderen hebt, dat er wordt verwacht dat je daar echt een hele uitgesproken mening over hebt. Het kan op het activistische af zijn. Dat mensen dat vermoeden. Maar kinderloosheid is geen mening. Nee, het is geen politieke stroming. Het is geen politiek, het is geen activisme. Het is niet, het is. Het gebeurt. Om wat voor reden dan ook eigenlijk. En je hoort dan die vrouwen vaak zeggen van, ik vind kinderen heel leuk. Ik ben een hele leuke tante. Ik heb geen enkele moeders. Nee, helemaal niet. Je gaat altijd iets gaan schuiven. Je gaat altijd ergens compenseren. Omdat dat plaatje er dus is van, ze zal wel boos zijn of verdrietig zijn of ons haten of weet ik veel wat. En we wantrouwen die vrouw ook. Ook, ja. Toch? Ja. Ja. Dus volgens mij zit er heel groot wantrouwen naar een vrouw zonder kinderen. Ja, dus als je in die representatie gaat kijken van vrouwen zonder kinderen, nou, dan zit je heel snel bij Glenn Close in Fatal Attraction. En je zit echt heel snel bij rare kattenvrouwtjes met gekke truien, ongelukkig met kerst alleen. Ja, ja. En zulk haar. En dat of ze is een carrièrekring. Elke dag, weet je wel, in stalen flat is ze aan het werken. Ja. Waar het hartstikke koud is. Altijd. Dat soort dingen. Ja. Je schrijft, met de kennis van nu weet ik dat geen kinderen krijgen voor een vrouw net zo'n ingrijpende gebeurtenis is als wel moeder worden. Het is een gebeurtenis in je leven die zorgt dat je een bepaalde route ingaat. Mm-hmm. En als jij kinderen krijgt, dan is dat de route van het ouderschap. Deels. Je gaat ook meer dingen doen op die weg. Maar dit is een onderdeel ervan. En als jij geen kinderen krijgt, dan komt daar een moment dat je daar A, je dat realiseert. Dat dat dus hoe dan ook definitief is. Dat dat zo gaat zijn. Dat je dat die weg gaat onderzoeken. Moet onderzoeken, wil onderzoeken. Of misschien pas veel later. En dat dat een daadwerkelijk een ander soort weg is dan dat wat de meeste vrouwen en ook mannen om je heen doen. Dat wezenlijk anders is. Alleen in praktische zin, maar waarschijnlijk ook wel in mijn geval zeker. In emotionele zin, in financiële zin, in sociale zin. Eigenlijk in ieder opzicht, verzin het maar. En dat hoort erbij. En dat betekent niet dat je vol continu geen kinderen hebt. Het is een onderdeel van mijn identiteit. Het is echt een onderdeel. De rest is er ook. Maar je gaat het wel merken. En dat zit in tijd en geld in heel veel dingen. Mm-hmm. En ook gewoon in melancholie af en toe. Ik hoorde jou dat net zeggen. Ik dacht, het is niet in beton gegoten. Soms heb je gevoelens die daar echt bij horen. Die heel tekenend zijn voor het niet hebben van een kind. Ik ben één keer verdwaald geraakt in de Sinterklaasoptocht. En ik was onvoorbereid en ik had niet zo'n goede dag. En ik had daar een verdriet.
Terwijl ik vind zelf dat ik uiteindelijk er wel voor gekozen heb, binnen de omstandigheden, maar dat staat in mijn boek. Maar ik voelde daar toch een verdriet, dat ik dacht, hoe leg ik dit nou uit? Wat er nu gebeurt? Het zijn hele specifieke emoties, ook hele specifieke voordelen, dat je denkt, zo, maar dit heb ik wel, weet je wel. Over die Sinterklaasoptocht en dat er dan ook al, ben jij nu oké met geen kinderen hebben, dat er dan toch zo'n moment van verdriet, dus ik denk dat dat andersom er ook is bij vrouwen die kinderen hebben. Er was een vrouw die mijn boek las, zij is moeder, en zij zei, pas voor het eerst stond ik erbij stil hoe mijn leven had kunnen zijn als ik ervoor had gekozen om geen kinderen te krijgen. Mm. En dat ervaarde zij als pijnlijk. Dus andersom geldt het natuurlijk ook. Ik denk dat mijn hele boek ontstond bij het idee, ik ben het aan mijzelf en mijn eventuele toekomstige kind verplicht om hier goed over na te denken en goed over te voelen. Het is natuurlijk niet alleen maar een soort rationeel proces, helemaal niet. Mm-hmm. Ja, voor vrouwen, het is zo definitief, hè? Mm-hmm. Ja. Ik denk zeker, als je als het gaat over maakbaarheid en je hebt een kinderwens, dat het best wel een goede oefening is om na te denken over hoe zou ik mijn leven willen leven als het niet lukt? Want je kan, het kan best dat ik uiteindelijk ervoor kies om moeder te willen worden, maar we moeten nog maar zien of dat dan lukt. Dus ik denk dat het best wel fijn is om na te denken over, wat als dat niet lukt? Mm-hmm. Wat kan ik dan met mijn leven doen waar ik voldoening uit haal? Jantine, er is een heel klein stukje waarvan ik het heel fijn zou vinden als jij dat nog even zou willen voorlezen voor in dit gesprek. Ja. Want ik wil dat ze, daar wil ik het graag nog even met jullie over hebben. Ja. In zijn podcast zegt Gijs Groenteman tegen Nicolien Misee dat sommige mensen kinderen krijgen tegen de zinloosheid. Zij schrijft, vat hij samen. Voor Misee is meemaken, observeren, analyseren en bedenken hoe je het opschrijft net wat minder zinloos dan dat niet doen. Dat snap ik, maar is het zinnig genoeg voor mij? En mag je zonder kind ook gewoon een doorsneeleven leven? Geen kunstenaar worden, niks maken. Staan we het toe dat een kinderloze vrouw een middelmatig leven leidt, niks spectaculairs bereikt en gewoon tevreden is? Het zou een ontlastende keuze kunnen zijn om geen moeder te worden. Maar als daar tegenover staat dat ik in plaats van moeder iets anders groots moet worden, is dat misschien nog wel belastender. Dank je wel. Ik vond dit echt een eye-opener in allebei jullie boeken. Prachtig, ja. Dat je niet per se dan een, dat dat niet zou moeten hoeven. Ja, ik denk dat als ik naar mezelf kijk, dat dat het beeld is wat het meeste voor mij aan de niet-moeder kleeft. Niet per se de zielige vrouw of de treurige vrouw, maar wel de vrouw die dus bezig is met alle tijd die ze bespaart door geen kind op te voeden. Iets anders geweldigs voor onze samenleving gaat betekenen door een hongersnood op te lossen of de politiek in te gaan of groot kunstenaar te worden. Ja, ik vind dat wel. Als ik er rationeel over nadenk, is dat natuurlijk, dan weet ik dat dat niet zo is. En dat ik niks hoef te worden, niks hoef bij te dragen aan de maatschappij als ik geen moeder word en daar niet de zin voor heb of zo. Maar tegelijkertijd is dat wel een soort stemmetje in mijn achterhoofd. Van, ja, dan moet ik dus wel iets anders. Ja, je moet compenseren. Ja, compenseren. Dat is het goede woord. Ja. Ja. Dus dat is waarom er dan een druk komt van lekker veel reizen. Ja. Ga 10 honden trainen. Neem het echt. Ja. Schrijf een boek. Ja. Ja. Maak er een film over of een documentaire, maar het moet allemaal groot. Terwijl je kunt een heel lekker rustig in de luwte leven leiden zonder kinderen. Dat bestaat. Zonder dat, en ook, je hoeft ook geen pleegkind. Weet je, je moeder hoeft het niet op te lossen. Ik denk dat dat het heel erg is. En ook niet daar dan iets tegenover te zetten om maar nuttig. Want het gaat om nut, hè? Dat schrijf je ook in je boek, volgens mij. Moederschap wordt ergens ook gekoppeld aan maatschappelijk nut. Ja. En aan emotionele veiligheid. En aan het gaat ook over het laten zien van je vruchtbaarheid. Het gaat over heel veel dingen. Maar nut is een hele grote. En dat zou betekenen dat als je het heel. En er zijn mensen die dat ook denken. Maar dan zitten we een beetje in een bepaald soort hoek. Maar dat het krijgen van een kind het grootste goed is wat je kunt doen. En wat betekent dat dan voor de vrouw die dat niet doet? Nou, tel maar uit, dat is niet best. Dus dat moet dan toch ergens. Ja, in een ziekenhuis, vrijwilligerswerk, ik weet het niet, het moet goed zijn. Je moet laten zien dat je een goed mens bent. En dat je emotioneel in orde bent, dat je veilig bent. Dat is heel pijnlijk. Ja,
Lukt het jou om je daarvan te ontworstelen? Nou, mijn boek heeft goed geholpen, moet ik zeggen. Ja, ja, dat lukt me wel. En er is gelukkig niet zoveel om aan te ontworstelen. Maar dat het er gewoon is. En dat is een klein onderdeel van mijn inmiddels klein onderdeel op dit moment in mijn leven. Zo moet ik het zeggen. Want ook dat verandert door de tijd heen. Het is constant in een bewegend iets. Mm-hmm. Maar het heeft nu een hele rustige plek. En het is er gewoon af en toe helemaal niet. En ik vind mijn leven heel erg leuk. En dan is het eigenlijk helemaal niet meer zo, de vraag. Maar dan nog steeds, er zijn momenten. Ik zat met mijn neefje in de auto vanochtend. We hebben samen een liedje gezongen. Hij is 8. Hij heeft zo'n heel lief stemmetje. Ging heel hard zingen. En we zaten in de auto en toen dacht ik, het is toch echt heel leuk. En dat zal altijd blijven. Maar ik ben niet daar een soort van in razernij over. Maar ik voel alle kanten ervan wel, weet je wel. Het is alleen niet constant. Het zijn gewoon momenten dat ik denk, kinderen is ook leuk. Ja. Ja. En geen kinderen trouwens ook. Ja. Als laatste misschien een van de dingen, Lisbeth, waar jij aandacht voor vraagt, is dat we het eigenlijk meer moeten hebben over wat je net ook al zei, over hoe het leven vorm te geven zonder kinderen. En daar schrijf je ook heel mooi over. Ja. Maar als je een paar dingen zou moeten noemen die je vindt dat we als samenleving echt meer zouden moeten zien hierin, en waar we meer bij stil zouden moeten staan met elkaar. Mm-hmm. Wat zijn dat dan voor dingen? Nou, en wat eerst wat er nu in me opkomt, ik had deze vraag niet verwacht. Sorry. Maar, nee, dat geeft helemaal niet. Het is goed voor me. Het eerste wat er in me opkomt is dat het praten over kinderloosheid, leven zonder kinderen, is niet. Dat blijft niet beperkt tot de vruchtbare jaren. We zijn heel erg gewend om dit te doen zo rond tussen de 30 en ongeveer de 45. Exact ook wat ik heb gedaan. Jij zit nog in die jaren. Ik was 45 toen ik het boek schreef. Mm. Bij 45 ga je officieel de statistiek in. Was kinderloos. Was wel stom toeval hoor. Mm-hmm. Maar ik vond het een mooie bijkomstigheid. Yeah. Dus dit gaat een leven mee. Op het moment dat het in je leven gebeurt, is dat dus ook nog zo op je 60ste, op je 70ste. Je vriendinnen worden oma. Het blijft. Het blijft. Het blijft. Niet dat die buitenwereld alleen maar bepalend is. Maar in jezelf kunnen ook dingen veranderen. Je kunt je er comfortabeler in gaan voelen. Dat, hè? Tijd doet veel hoor. Dus dat is één. Mm-hmm. En die representatie van vrouwen zonder kinderen, als je ze niet ziet, kun je er ook niet aan relateren. Het is er nu stilzwijgend. Mm-hmm. En als dingen stil blijven, dan denk ik, dan is dat de hele grote reden. Dan is daar een heel groot verhaal. En dat bleek ook zo te zijn. Ja. Als je daar dan niet gaat zitten poeren, dan komt daar ineens een levensthema naar boven. Want dat is kinderloosheid. Is gewoon net zoiets als de liefde, de dood. Het raakt enorm aan het bestaan. Niet in dramatische zin, maar het zit langs die lijnen wat mij betreft. En hoezo hebben we daar weinig over zonder bang te raken, bang te worden van iets? Ja. Ja. Dus dankjewel. Ja. Dank jullie wel en ook voor dit prachtige boek. Ik zou het iedereen aanraden om te lezen, want ik heb er heel veel van geleerd ook. Dankjewel. Dus dankjewel. Ja.